De energie op aarde, dat is echt zo zwaar aan het worden nu. Er komt steeds meer bij. Daardoor komen er ook echt frequenties op aarde die met onze vibratie resoneren. En daardoor ons harder laten trillen. Als jij heel laag trill, laag frequentie hebt, bang ben, boos ben, niet open staat voor dingen, gewoon niet magie kan zien, ja, dan resoneer je er niet mee. Misschien kan het dan zelfs wel gevaarlijk worden als die energie echt omhoog gaat. En je hoeft er niet eens wat voor te doen. Je hoeft alleen maar jezelf te zijn, eerlijk te zijn, de waarheid spreken. Je oordeelt jezelf nu. We zitten nu gewoon in een tijd waarbij je eigen emoties nu gewoon jouw DNA aan het sturen zijn met het licht wat nu binnenkomt. En echt, 21 december. Gaat er echt iets, een onthulling? Ik denk dat het met de zon te maken heeft. En dan gaan we echt zien wat de aarde is, of wat de zon is. Of dan gaan we echt zo een stap maken in bewustzijn. Dat we dingen gaan doen die we. Waar we nu eigenlijk alleen maar over kunnen fantaseren, of nog niet eens, omdat we niet eens aan die dingen kunnen denken nu, omdat het boven ons bedje gaat. Natuurlijk hebben we films gekeken en kunnen we vanaf daar wel extra fantaseren. Maar echt, ik zeg niet dat we in de eindtijd zitten. Maar nou, we zitten wel op een tijd dat op zijn eind komt en waar een nieuw begin komt. En dat nieuwe begin is niet voor iedereen. Daar is geen plek voor duister, donker, kwaad. Oordeel jezelf. Oordeel jezelf. Kijk niet naar anderen, bemoei je niet met anderen. Het gaat nu echt om jou. Wie niet gelooft, dan gaat het daar voorbij. Heel simpel.